en welkom bij weer een gloednieuwe vlog. Brigitte La Musica. We zitten in de auto. Tegenwoordig begin ik mijn vlog altijd in de auto, want dat is even een momentje van rust. Naast me zit kleine Juli. Maar we zijn in Poegaland. We zijn net aangekomen. Het is vandaag dinsdag. En vandaag is Mari, de moeder van Tony, jarig. Dus we gaan gezellig met z'n allen uit eten. En we blijven hier hoogstwaarschijnlijk ook slapen. Het was echt een enorme volksverhuizing. Normaal hadden we al veel spullen mee als we deze kant op kwamen. Maar niet normaal waar je allemaal aan moet denken met een baby. Van een reiswieg tot een voedingskussen. Ik heb zelfs een smart nachtlampje mee. Dat hoeft natuurlijk niet. Maar ik wil het mezelf ook zo gemakkelijk mogelijk maken. En eigenlijk onze routine, zo verder een routine is, een beetje hetzelfde houden. Ik ben heel benieuwd hoe dat zal gaan vannacht. En een beetje bang ook. Maar we gaan het allemaal filmen. En jullie gaan het zien. We gaan het samen meemaken. Ik heb zin in deze dag. Heerlijk in Spanje altijd met hakken lopen. De hele wereld heeft hakken aan. Maar echt, de paden zijn er niet voor gemaakt. Hey, misschien kennen jullie deze plek nog wel van jaren terug, maar dan ook echt heel wat jaren terug. Hier hebben we namelijk destijds de bruiloft gevierd van Tony's broer. Nou, hoeveel jaar is dat terug? 6 jaar terug? 7 misschien? En dan kan je lekker eten. Dus het zit bomvol volgens mij. Het is vandaag een nationale feestdag. En Juan heeft een plekje voor ons gereserveerd. Dus lekker, ik heb honger, ik heb er zin in. Kom maar op. Jezus, het is ook echt de eerste keer in heel lang dat ik hak aan heb, dus het gaat niet bepaald soepel. Ay, kijk onze knirft. Ik weet niet of jullie het nog weten, maar dit is waar we toen de ceremonie en zo hadden. En de hapjes, het eten. Hoe herken je een Spaanse tafel? Nou, we hadden net even paniek, want de speen was kwijt. En ik heb daarom de tweede speen gegeven. Dus eigenlijk de grote speen voor volgens mij 6 maanden. Maar hij vindt deze heel fijn. Hij valt zelfs in slaap. Nou, dat is een wonder. Ik heb een revuelto besteld met verduras, met groenten. De wagen was even geen optie. Dus we hebben meneer in de draagzak. Oh jongens, ik moet mijn broek open doen. Want deze broek, je ziet het denk ik wel. Hij staat echt op knappen. Hij past net, maar na zo'n flinke maaltijd past hij niet meer. Dit is typisch Spaans. Dit heet gachas. En dat wordt gegeten met gefrituurde stukjes brood bovenop. Ik moet zeggen, daar ben ik niet zo'n fan van. Dus die haal ik er meestal af. Maar ik vind dit echt heerlijk. Het is een soort papje. Ik vind het denk ik het meest vergelijkbaar met griesmeelpudding. Te deseamos todo 18. Yo pensé que habían puesto 81. Zo, we zijn thuis. Ik sta echt nat en niet normaal. Veel te veel gegeten. Helemaal misselijk. Ik ga ons even installeren hier. Allereerst dit lampje. Dat is wel fijn, want het licht hier is heel erg gedimd. Ja, tirar chupete, mami. Dile, mami, ya tirar. Le hemos cantado una canción y se ha reído, ¿no? ¿En serio? Ze zeggen altijd, it takes a village. En dat is ook zo. Ze staken aan de frito. Toon staat in het andere bed. En we hebben het bed toch maar even omgedraaid, zodat hij tegen de muur aan staat. Mocht het reisluchtje echt niet werken, dan kan ik altijd nog co-sleepen. Oh, ik vind het wel spannend hoor. Weet je, het slapen gaat al zo slecht. En ik voel me zo moe na vandaag. Ik heb echt slaap nodig, maar ik heb er een hard hoofd in. We gaan het meemaken.
wish us luck. Heb je niet lekker geslapen, poep? Ja, je hebt zo lekker geslapen, Sophia. Gaan we toch even lekker ontbijten? Een goedemorgen, jongens. Nou, we hebben de nacht overleefd. In totaal 12 uur in bed doorgebracht. Want ik ging er 8:30 in. Het is nu 9 uur. Ik ben er net uitgegaan. En ik denk dat ik in totaal wel zo'n 5 à 6 uur slaap heb kunnen pakken daardoor. Dus dat is top. Ik moest er 9 keer uit. En ik merk gewoon heel erg dat de borst voor hem ook een soort speentje is. Dus een manier om weer makkelijker in slaap te vallen. Dus ik geef dan ook echt 9 keer de borst. Niet dus altijd om te drinken. En vannacht was dat wel even zwaar. Want als je dan, er waren een paar slaapjes van, laten we zeggen, 20 à 30 minuten. En op zo'n moment ben ik dus dan net in slaap en dan word je weer uit je slaap gerukt. Maar we hebben ook 2 slaapjes gehad van 1 uur en 3 kwartier en 2 uur. Dus toen heb ik even kunnen opladen. En ja, het is allemaal nog best goed gegaan, vind ik. Gezien de omstandigheden. Je eerste keer ergens anders slapen, meneer. Hoe zie ik eruit? Ik heb me nog niet in de spiegel bekeken. Maar ik heb mijn make-up er niet over gehad gisteren. Ik hoop dat het goed zit, want ik ga er ook niks aan doen. We gaan lekker naar buiten. Zo, ik ben ook helemaal aangekleed. Ik heb een vestje van Maria, want het is 's ochtends nog best wel fris hier. In dezelfde kleur als deze All-Stars die hier nog lagen. En mijn voedingsjurkje. We gaan snel naar beneden. En lekker ontbijten in het dorp met z'n allen. Oh, jezus, mijn knie. We zoeken nu een ontbijttentje. Volgens mij, dat is dat serrano, hè? No, in de plaza ahí. Sí. Maar ze staan te waren. We zitten hoor, jongens. Que aproveche. Gracias. Siempre se nos olvida, ¿eh? Aunque aquí no se pide pitufo después de tantos años por ahí. Bueno, a mí se me olvida, a ti a lo mejor no. Kijk hem lekker slapen. Bij la abuela. Wat ik zo leuk vind aan het dorp is dat we nu onderweg naar huis echt 1000 keer gestopt worden door allemaal mensen op straat die de baby even willen zien. En dan blijven we ook echt, nou, 20 minuten praten. Zo gezellig. Goedemorgen, het is 1 uur. Ik zeg goedemorgen, het is een goedemiddag. Maar we hebben een hele slechte nacht gehad. Dus we zijn vervolgens nog even in slaap gekukkeld. En werden om 11:30 wakker. En zo toch nog wat slaap in kunnen halen, gelukkig. Wat wilde ik zeggen? Oh ja, vandaag zijn een beetje gekke dagen. Want morgen komen mijn ouders en Biep. Eigenlijk was het alleen het idee dat Biep zou komen. Biep heeft Julia natuurlijk nog niet gezien, want dat lukte niet met werk. Maar ja, je weet hoe dat gaat. Na een week was mijn moeder toch ineens wel heel erg jaloers dat ze dan Julia niet zou kunnen zien. Dus die heeft bijgeboekt. En weer een week later heeft mijn vader ook bijgeboekt. Dus uiteindelijk komen ze alle 3. En echt, ik kan niet wachten. Er is zoveel zin in. Dus morgen een beetje het huis opruimen en klaarmaken voor de logés. Ze slapen hier in de kinderkamer. En vandaag moet ik werken. En ga ik ook een beetje chillen. Dat verdienen we wel. Het was echt een heftige nacht. Dus laten we naar de woonkamer gaan. Even hier een stukje real motherhood. De luiers liggen opgestapeld op de luieremmer. Omdat we te lui zijn om een luierzak erin te doen. Ik zit even te voeden. En als het goed is... Is de baby bjornhoes droog? Toon gaat even kijken. Het staat hier vol met dozen, want Toon die moet wat pakketjes op de post doen en terugsturen. Maar zie je die doos daaronder, de wieg? De ledikant, sorry. Jee, is dat seco, no? Está de hecho lo cogí porque no está seco. Tengo que poner eso aquí. Ah, venga, ponlo a sol. Dit is een baby Björn dipstoel die ik massaal van jullie heb aangeraden gekregen. En die heb ik tweedehands besteld, want ik vond het nogal een risico. Zo, de kleine man is omgekleed.
En ik ben in de tussentijd even aan het bellen met mijn mams. Hoi mam. Hi, mom. Oh, hoi. Ik ga even het speelkleed. We hebben net een speelkleed ontvangen, zo leuk. Die gaan we even openmaken. Dus ik zet even een timelapse aan. En hopelijk wil die dan even liggen. Het zou fijn zijn. Want je baby Bjornstoel is nog niet droog. Zo. Nou, dit is zo'n enig ding. Kijkies. Oh, wat is dit leuk. Allemaal flapjes en dingetjes. Ja, die kaartjes. Aan de andere kant hebben we contrasten. Kijk maar. Hier kijkt meneer nu naar. Oh, een bijtringetje. Van alles om eraan vast te hangen. Een spiegeltje hebben we hier zelfs nog. Enig. Dit is van... Oh my baby. De play gym. Baby slaapt. En ik heb mijn sportkleding alvast aangetrokken. Want ik wilde dus heel graag sporten straks. Hopelijk lukt dat. Toon is ondertussen even aan het koken. Toon heeft arroz caldoso gemaakt. Lekker. Lekker, lekker. No te voy a grabar. Hij doet weer wat raars. No te voy a grabar. No, ni de coña. We zijn helemaal ineens verslaafd aan de office. Dat is iets wat we nooit hebben gezien. En ik vind dat van die heerlijke episodes voor tijdens het eten of zo. Oké. Okay. Oh, gaan we jouw stoel proberen? Good morning. Love to start my day with a hearty bowl of jam. Just call me Levinson in the morning. Si. Si. Chi me mira di È che non sapevo se ti ha puesto bien. Io credo che sì. Come vai? Suppone differente tipo di. Ah sì. Si. Hé? Hey. Lachen. Vind je dat leuk? Hi. Yay. Ag. Ja. Zelfs iets meer te slapen in het wipstoeltje. Ik heb zoveel kunnen doen. Oh my god, ik hoop dat hij nu nog aan het slapen is. Even kijken. Ja hoor, volgens mij wel. Kijk maar. Daar zie ik een voetje. Wat een opluchting, wat een uitkomst. Oh my god. Het werkt niet elke keer, want we hebben vandaag al meerdere keer in het stoeltje gezet. En dit is de eerste keer dat hij er in slaap valt. Maar ja, één keer is al een hele overwinning wat mij betreft. Carrefour. No, Lidl. Lidl mejor para el pan, para mis padres, que les gusta el pan de ahí. We zitten in de auto en hebben drie pakketjes opgehaald. Wat vindt het? Ik heb wat babykleertjes besteld. Hele schattige, tuttige Spaanse babykleertjes. Ik hou best wel van dat stoere. Kijk, dit pakje bijvoorbeeld vind ik echt enig wat hij vandaag aan heeft. Maar dat echt hele tuttige Spaanse, ik begin het steeds leuker te vinden. Oh, dit is lief. Hier hebben we het eerste pakje. Kijk even hoe cute. Dit is het tweede pakje met voetjes eraan. Oh...
Dit is toch te schattig, die leuke bretels. Dit is het volgende pakje. Oh, dit is ook zo'n schatje van de Sara Mini. Hé, hey, katjes, wat gezellig. Hele familie bij elkaar. Nou, tot nu toe echt allemaal succes. Ik had het echt voor een prikkie op de kop getikt. En dan hebben we nog 3 ranitas, zoals dat heet. Van het merk, het Spaanse merk Dulces. Dit zijn van die hele schattige broekjes die ze dan met een majootje eronder doen. En een zelfgebreid vestje erop. Oh, dit is toch te leuk. En ik heb de majootjes dus ook al gekocht laatst in een winkeltje in Boegalandse. Ja, I love it. Dit is dus waar ik het over had, die tuttige stijl. Oh, en deze ben ik vergeten. Even over de balans tussen het moederschap en tijd voor jezelf vrijmaken. Tijd voor, zeg maar, de persoon die ik was voordat ik moeder werd. Ik kreeg namelijk van de week 2 berichtjes op Insta van mensen die zeiden dat ze hoopten dat ik toch ook wel weer wat andere content zou plaatsen. En dat het wel heel erg veel baby, baby, baby was. En dat vind ik alleen maar fijn als mensen dat zeggen, feedback. Ik krijg genoeg berichten van moeders die het geweldig vinden, al die content die ik nu plaats. Dus ja, eerlijkheid staat voorop. Maar daarom wil ik dit ook even delen. Ik denk dat die mensen die dat zeggen niet doorhebben hoe klein ons leven op dit moment is. Omdat we natuurlijk geen vangnet hebben hier en we echt op elkaar zijn aangewezen, is het non-stop baby. En ik vind dat ook de normaalste zaak van de wereld. Je hebt een newborn. Het is logisch dat je niet kan doen wat je voor dat je moeder werd deed. Maar als ik dan weer een paar dagen in Boegalandse ben, dan zie ik wat een verschil dat maakt. Dat af en toe even iemand de baby over kan nemen of heel even kan opletten. Dat je af en toe, al is het maar een kwartiertje, met elkaar hebt. Nu al, dat we dat baby Bjorn-stoeltje hebben. Dat is dan niet een persoon die ons helpt, maar een item. Dan merk ik wat een verschil dat maakt als je even een half uurtje je handen vrij hebt. En daardoor realiseer ik me ook van ja, ik denk dat mensen die wel opa's en oma's en zo dichtbij hebben, zich niet realiseren hoe klein je leven wordt op het moment dat je dat niet hebt. We hebben letterlijk nergens anders om over te praten. Het is non-stop baby, baby, baby. En ik weet dat dat vanzelf al zal veranderen. Juist door die kleine momentjes die we nu een beetje weer terugkrijgen. Het feit dat het sowieso veel beter gaat met Julian. Die enorme huil-episodes, die komen bijna niet meer voor. Dus dat is echt heel fijn. En ik denk dat op het moment dat de slaapjes beter gaan, dat we dan echt kleine stukjes van ons leventje voor het ouderschap ook misschien wel terug zullen krijgen. Omdat we uitgeruster zullen zijn. Maar tot die tijd hoop ik dat jullie begrijpen dat ons leven gewoon echt op zijn kop staat. En we genieten er enorm van. En het is echt de bijzonderste tijd van ons leven. Maar ook een hele beperkte tijd. Dus we leven echt in onze babybubbel op dit moment. En nou ja, ik vlog dat. En ik hoop dat jullie daar een beetje van mee kunnen genieten. Maar ja, divers is het niet. Het is niet dat we de ene week op de feria staan en de volgende week naar de Tarifa rijden. Dat gaat gewoon op dit moment even niet. Maar nogmaals, Julian is bijna 2 maanden. En ik merk wel dat we echt steeds meer wat vrijheid krijgen. En steeds meer wat vertrouwen om weer dingen te doen. Als gezin, hè, met z'n drieën. Er vaker op uit durven. Dus dat is wel heel leuk. En ik denk dat daardoor uiteindelijk ook weer wat meer diversiteit in mijn content zal komen. Dus ja, dat wil ik gewoon even noemen. Het is een gekke, mooie periode. Slaat hij nou? Die... Oh, hij slaapt gewoon. Oh. Ja, joh, hij is dood op. Nou, hartstikke bedankt voor het kijken. We gaan vanavond richting het vliegveld. En dan zien we jullie hopelijk in de volgende vlog. Adios.